De Vlaamse provincies zijn pioniers op het vlak van innovatie. Samen met het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen en met de subsidies van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, kortweg EFRO, stimuleren ze innovatieve projecten. Als het op ondernemen aankomt, heeft West-Vlaanderen een degelijke reputatie. Maar alles kan beter. En samenwerken op meerdere niveaus is daar een uitstekend middel voor. West-Vlaanderen is een provincie die nog steeds een sterk industrieel karakter heeft. En we zijn zeer sterk in machinebouw, mechatronica, in de voedingsindustrie. En niet te vergeten, van oudsher ook in textiel en kunststoffen, nieuwe materialen. En dus met andere woorden, de vraag is, hoe kunnen ze morgen beter samenwerken? En daar komt de provincie achter de hoek kijken. Het is onze opdracht dus om die spelers, die economische actoren, samen te brengen. En dat betekent dus ook dat wij met de provincie, en dit met steun van Europa, steun van Vlaanderen, dat we plekken willen realiseren waar ze niet alleen samen kunnen komen, maar waar ze ook bijkomende kennis, bijkomende mogelijkheden krijgen. En het centrum, het Circul Material Center, waar we vandaag zijn, is een van die mooie illustraties van plekken waar we al die actoren samenbrengen. Zonder de inbreng van Europese middelen zou het veel moeilijker zijn om dergelijke initiatieven te realiseren. De eerste bijdrage van Europa is financieel, maar eigenlijk zit er meer achter. Europa heeft een strategie om onze economie, onze industrie te vernieuwen en te verduurzamen. En daar hebben we met beide handen gebruik van gemaakt hier in West-Vlaanderen om gestalte te geven aan een aantal faciliteiten. En dit centrum voor circulaire economie is uiteindelijk een heel belangrijke factor daarin. In het Circular Materials Center in Kortrijk komen verschillende actoren samen om de circulaire economie een niveau hoger te brengen. Samenwerken is voor ons hier als partners binnen Circular Materials Center zeer belangrijk. Wij zien dat bedrijven naar ons toe komen met heel specifieke problemen. Dat kan gaan van een materiaal, waar we een aantal partners hebben die heel sterk zijn in materiaalkarakterisatie. Dat kan gaan over design. Hoe moet ik mijn design aanpassen om bijvoorbeeld in de toekomst een beter recycleerbaar materiaal te hebben? Ook daar een aantal heel specifieke partners met heel wat expertise. Onze bedrijven, ook een aantal in de regio, staan heel sterk onder druk. Kunststofmaterialen worden ook soms in een negatief daglicht geplaatst. Dus de bedrijven moeten, willen ze concurrentieel blijven, gaan ze moeten meeschakelen en gaan ze ook dit circulair verhaal mee moeten helpen ontwikkelen. Dus willen ze mee een rol blijven spelen, dan gaan ze ook circulaire materialen mee op de markt moeten brengen. Je kent bijvoorbeeld de plastic zakjes, zeg maar, uit de supermarkten. Heel wat druk daarop, maar de spelers moeten daarop inspelen. Een concreet voorbeeld daarvan is de samenwerking tussen het Circular Materials Center en het bedrijf De Keunink. We zijn een viertal jaar geleden gestart met het effectief hergebruiken van oude ramen en deuren. In onze nieuwe recyclingfabriek in Dixmuiden zijn we gestart met die effectief in te zamelen en volledig te recycleren om dan ook maximaal te kunnen hergebruiken. Wij zien ook meer en meer een evolutie naar composietmateriaal. Composiet betekent eigenlijk kunststof die glasvezelversterkt is. En dan heel specifiek, die glasvezelversterking stelde ons een aantal jaren geleden voor problemen. In samenwerking met het Circular Materials Center zijn we op zoek gegaan naar bedrijven met analoge problemen die en PVC en glasvezel verwerken. Zo werd een project opgestart samen met Copaco, waarbij zij ook hun materiaal inzamelen, die hergebruiken en zijn wij op zoek samen met hen naar oplossingen om die opnieuw in hun oorspronkelijke toepassing terug te kunnen inzetten. Dankzij het Circular Materials Center zijn we in staat geweest om een groep van mensen, experten, samen te zetten en die kennis te bundelen om dergelijke zaken te realiseren.